Als we onze tweede Michelinster kregen, dat was echt een feest. En ook een emotioneel moment. Iets halen is leuk, maar behouden, dat is het belangrijkste. Ik ben Bart de Smit van restaurant Bartholomeus in Knokke-Heist. We hebben sinds 2000 één Michelinster. En sinds 2014 twee Michelinsterren. En 18 op 20 in de Goeie Mio. We zijn eigenlijk het restaurant begonnen in 1994. Juist achter de oorlog. Vroeger was er een speelgoedwinkel van mijn mama eigenlijk. En we hebben de winkel verbouwd en dat was een heel smal restaurantje. En Sandra en ik zijn daar eigenlijk gewoon met twee. Geen afwasser, niemand niet. En dat was onze bedoeling. We gingen gewoon een klein restaurant beginnen. Dat was hard werken. Dat was 20 uur per dag. Als de klanten weg waren of de afwas doen. En ook altijd een visie had, alles zelf maken. Dus we hebben nooit niets doorgegeven dat we niet zelf gemaakt hebben. Ik heb het geluk dat ik mijn vrouw al 28 jaar bij mij heb. Ik zeg dat er altijd bij, iedere dag. We zitten op de Zeedijk in Knokke-Heist. Voor mij is dat heel belangrijk. Na ouder worden en nu zeker in het nieuwe concept, houden nog meer en meer van de zee. Dus ik kijk constant op de zee. Je ziet de verandering van de zee. Om het uur is het anders, buiten. Ik ben eigenlijk heel dankbaar dat ik hier geboren ben. Ik besef dat meer en meer. Ik ben echt dankbaar dat ik hier mag zijn, dat ik hier mag leven. Al gans mijn leven, ik heb hier een prachtige jeugd gehad. Ik vind dat nog altijd het mooiste dat er is. Ik zeg altijd tegen Sandra, wij wonen hier voor het ogenblik niet meer, maar ooit kom ik terug. Ik was van kleins af aan geïnteresseerd in eten. Wijn en eten was heel belangrijk thuis. Al hadden we een speelgoedwinkel, maar mijn pa bijvoorbeeld ging niets eten die niet juist was. Hij had ook geen boterham. Twee keer warm thuis was dat. Nee. Ik was 16 jaar en ik woonde naar de kokschool. Ik mocht niet van mijn mama en mijn papa. Dus ik heb mijn humaniora-handel gewoon afgewerkt. En dan nadien heb ik een leercontract gevolgd en gaan werken. In feite, volgens mij is dat een job waar je moet wilskracht hebben. En gewoon doen. Doen. Dat is één werkwoord. Ik zeg dat aan mijn zoon ook, 18 jaar. Eén werkwoord in het leven. Doen. En dat is met alles zo. Je moet gewoon doen. Mijn eerste signatuurgerecht is eigenlijk een gerecht dat we al 15 jaar doorgeven. Is tartaar Wagyu beef, Gillardot oester, ijspoeder van limoen. Eigenlijk een rare combinatie, maar het zilte van de zee die samen met uw rundvlees, rauwe rundvlees, eigenlijk een ideale combinatie is. Dat is ook een gerecht die een evolutie meegemaakt heeft. Like dat ik al een evolutie meegemaakt heb. De eerste twee jaar heeft dat zo'n evolutie meegemaakt. En laat ons zeggen dat het al 13 jaar op de perfectezelfde manier wordt doorgegeven. We hebben ons rundvlees. Dus ik heb Wagyu. Het voordeel is, Wagyu is een Japans rund. Dat heeft een beetje vetstructuur. Ook niet te veel. Dat heeft een hele mooie vaste, een hele lekkere smaak. Een hele mooie structuur. Wat gaan we daar nog bij doen? Dus we gaan daar heel weinig kruiden. Dus ik doe daar een beetje zwarte peper op, een beetje grof zout, een klein beetje shallot, rode wijnazijn, een paar druppels, niet veel, een beetje sojaolie of druivenpitolie, een olie eigenlijk waar er weinig smaak in zit, en hier een druppel tabasco. Zo, en dat gaan we gewoon mengen. Het vlees wordt ook altijd gesneden 1 uur voor het servies. Geen 3 uur, geen... Altijd hetzelfde.
In feite, het moeilijkste aan uw job is, ik zeg dat tegen iedereen, dat is niet iets behalen, maar behouden. Dus dat is gewoon, like die tartaar van Wagyu, moet gewoon altijd krak hetzelfde zijn. Kom je hem nu eten om dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag of de zaterdag, 's middags of 's avonds, dan moet gewoon krak hetzelfde zijn. Zo. Onze pos of spuitzak, en daar gaan we gewoon dat vlees in doen. Dat gaat genoeg zijn voor één. Hè. Dus wat gaan we daar nog bij doen? Dat is komkommer. Ik ga dat gewoon mooi in brunoise snijden. Of in dobbelsteentjes. Dat is in Nederland zeker. Hè. Zo. En dan gaan we het gewoon assembleren. Dus ik heb een koud bord. Onze oester, Gilardeau-oester. Waarom gebruik ik Gilardeau-oester? Dat is een kruis die winter en zomer er is. En ook, die heeft zo'n volle smaak. En die gaat heel goed met dat vlees samen. Met uw tartaar van uw Wagyu gaat dat heel goed samen. Wat doen we dan nog bij? Dat is die komkommer. Gewoon fijn, geschilde komkommer. Klein beetje soja bij. Waar we een olie gemaakt hebben van wasabi. Dat is een beetje dat mosterdgevoel. Een beetje pikant, ook niet te veel. Zo, onze tartaar. We hebben een karamel gemaakt die perfect op punt staat met citroenzuur. Dus acide ascorbiek, citroenzuur, wat je van mama moest in je glas doen voor groen en sterk te worden. En wel, dat is eigenlijk de combinatie zodanig dat het zoete weggaat door het zure erbij te doen. En dan gaan we gewoon onze tartaar in die bal spuiten. Zo, onze tartaar is klaar. 15 jaar lang hetzelfde gerecht maken verveelt me eigenlijk niet. Waarom niet? Dat is uw gerecht. Doet dat niemand na. Je doet dat al zo lang. Dat staat volledig op punt. En met ouder worden leerde van, kijk, dat is het. Stop, blijf eraf. En nu gaan we daar een ijspoeder die we gemaakt hebben van limoen. Dus limoensap, oestersap en eiwit eigenlijk. En daar hebben we een sneeuwpoeder van gemaakt, die heel fris is. Dus dat ijspoeder die ons ook naar de zee doet proeven. Hey. De zee ligt achter mij. Zo. En zo leggen we dan onze tartaar erop. En dat gerecht is af. Het is eigenlijk tartaar, wagyu beef, Gilardeau oester, ijspoeder van limoen. Een tik opgeven met uw lepel en dat alles samen eet. Je moet eigenlijk echt het zilte van de oester samen eten met uw vlees. De wagyu normaal gezien, als ik nog 20 jaar mag lopen, ga ik nog 20 jaar wagyu zijn. Voilà. Ik heb dat beloofd aan mezelf. Ik zou graag lang nog werken, dus ik wil dat nog lang doorgeven. Ik herinner mij nog in 2014, als we onze tweede Michelinster kregen. Dat was echt een feest en ook een emotioneel moment. Zoals nu, als we het restaurant veranderd hebben. Dus in 2019, 15 december, zijn we gesloten. We hebben alle gidsen verwittigd. We zijn uit de gidsen gegaan en zijn ons herkomen beoordelen zoals het nu is. En dat vond ik heel mooi en dat we dan terug 2 Michelinsterren kregen, 18 op 20 in de Gooi Miu. Concept van het jaar. Gewoon door ons ding te doen. We zijn eigenlijk opnieuw begonnen, dus ik ben op een avond thuisgekomen. Ik heb gezegd tegen Sandra, ik heb er genoeg van. Ik heb er geen zin meer in en ik vind, ja, alles is weg. Had ik gedacht, ik ga Sandra meer thuis laten. Ik ga iets proberen zonder, want in feite is al 28 jaar. Ze is gelukkig met haar job, maar ze is wel gestraft. Hey, ze moet hier ook van 's morgens tot 's avonds laat zijn. Ze doet haar job super graag. Maar ik zat van achter mijn raam in het vorige restaurant te kijken naar mijn vrouw. Ik zei, ik ga dat nooit niet kunnen. Ik weer, kreeg de krop in de keel. Ik zei, dat gaat mij niet lukken. Dat is zo, ja. Dat is mijn rechter, linker, arm, been, alles. En dan heb ik gevraagd aan Philippe, zou je willen meedoen in het nieuwe verhaal?
Morgen zijn ze zelfstandig en gelukkig is Philippe ook. Dus mijn rechternaam, al 18 jaar, alles samen gedaan, nooit geen discussie. We discussiëren over eten, maar we maken nooit geen ruzie. Hij is moderner en ik ben klassieker. En we vullen, we komen mooi naar elkaar toe. En dat is het mooie eraan. En hij zegt soms zo en ik zeg zo. We laten elkaar doen en opeens komen we elkaar terug tegen en hup, dat is het. We hebben wel dezelfde visie. En dat is het belangrijkste. Onze enige werknemer die we eigenlijk nog hebben is Ringo. Dus die is hier al 15 jaar. Mijn mama heeft hem leren garnalen pellen. En van Ringo, iedere morgen pelt hij die garnalen. Onze langoustine pellen, dat doet hij ook. Hij doet heel veel voor ons. En hij is altijd goedgezind. Volgens mij doet hij 's morgens goedgezinde yoga. En dat is zo mooi. Iedereen dat hier binnenkomt is goedgezind. En apprecieert wat we doen voor elkaar. We hebben zoveel appreciatie voor elkaar. En dat is het leuke eraan. Mijn tweede signatuurgerecht is altijd een gerecht die gebaseerd is op langoustine. Voor mij langoustine is het mooiste van de Noordzee. Ik eet liever langoustine, een grote langoustine, een verse langoustine, dan kreef bijvoorbeeld. Dus wat ik graag eet, serveer ik aan de mensen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus wat hebben we? Een grote, mooie Noordzee langoustine. Dus die langoustine, we doen daar bereiding mee met... witte kool, spitskool, gewoon een jus op basis van de kop. Met wat boter bij. En we hebben een kroket gemaakt van kalfskop met daarbij een tartaar van langoustine. En een vinaigrette van eigeel. Dus wat gaan we doen? We gaan eerst die langoustine gewoon pellen eigenlijk. Hè. Dus we gaan gewoon mooi die langoustine. Zo, kijk. Prachtig, hè? En die gaan we gewoon heel kort bakken. Heel simpel bakken aan één kant. Ik draai die nooit om. Gewoon bakken. Wat doe ik daarop? Peper en zout. En een klein beetje piment. Voilà. Zo, gewoon nog wat sojaolie erop. Heeft weinig smaak. Het product dat je erop doet, mag je smaak van je langoustine nooit overheersen. We hebben een 100% productkeuken. Maar je wilt het beste. Ik wil gewoon het beste. Ik wil het beste stuk vlees. Ik wil de beste tarbot die er gevangen is. Zo, ik zoek achter de beste leveranciers. En die moeten meewerken natuurlijk. Maar voorlopig lukt dat nog. Maar ik ben daar heel streng in. In feite mogen we nooit discussiëren als kok, nooit discussiëren over de prijs. Enkel over de kwaliteit. Op het moment dat je discuteert over de prijs, gaat je kwaliteit hoe dan ook naar beneden. Ik wil gewoon het beste hebben. En daarover gaat het. En daar ben ik ook gelukkig mee. Ik heb ook het geluk dat ik dat mag klaar doen. Dat ik het beste mag klaar doen. En ja, daarvoor komt eigenlijk naar hier. Hè. Je wilt heet simpel, goed, maar het beste. Simpel. Zo, die kop kunnen we gebruiken voor de bouillon te maken. Dan gaan we dat later doen. Die is al gemaakt natuurlijk. We hebben een eigeel. Een vinaigrette van eigeel. Dus dat is gewoon eigeel die gehaard is op 60 graden. Wat doen we dan nog bij? Groene pimentjes. Gember. Een beetje mosterd. Sesamzaadjes. En wat bieslook. Dus dat is een vinaigretje dat we maken om straks op onze kalfskop te doen. Zo. Wat hebben we nog? Tartaar van langoustine. Dus wat is dat? Gewoon rauwe langoustine, fijn gesneden. Klein beetje peper en zout op. Niet meer en niet minder. Heel belangrijk dat je weet wat dat aan het proeven zit. Zo, ik ga mijn spitskool nemen, die we opgezet hebben, met wat boter, een stukje gember, een beetje look,
en groene piment. Dus alles wat we bijna in die vinaigrette gedaan hebben. Dan hebben we nog een kroket gemaakt van kalfskop. Dus dat is kalfskop die we zelf gemaakt hebben, in fijne schijfjes gesneden. En zo terug met de bouillon laten inkoken en zo terug samengekleefd. Mijn kookstijl omschrijven is eigenlijk puur op product. Je moet zien en je moet proeven wat dat aan het eten is. Dat heeft geen nut van daar een hele emballage rond te maken. Dat is geen kerstverpakking. We hebben een bepaalde keuken. We hebben ook geen keuken met poespas, met bloemenkus. Maar ik ben zo niet. Ik heb daar geen zin in. Ik ben ook geen kok dat hier altijd met een pincet gaat staan. Ik heb twee handjes gehad van onze lieve neer. Ik wil gewoon koken. En alles 100% hier gemaakt. Alles. Van pasta naar brood, naar gelijk qua ieder koekje. Nee, hier. En dat is al altijd zo geweest. Iedere dag herbeginnen. On recommence. Die is gewoon zacht gehaard. Op zijn geheel. Dus we gaan daar gewoon een stukje van snijden. Dat is heel lekker. Anders zou ik het niet geven, hè? Zo, ik heb een saus gemaakt, eigenlijk een beurre blanc, op basis van de kop van de langoustine. Dus een bouillon gemaakt. Onze langoustine, die ga ik niet verder haren. Dus je ziet mooi, aan de bovenkant is die nog rauw. En aan de onderkant is die mooi gebakken. Voor mij heel belangrijk dat hij niet volledig uitgebakken is. We hebben een blanke boter op basis van de langoustinekop. Met boter natuurlijk. Hè. Onze spitskool. Onze jus. Wat doen we dan nog bij? Vinaigrette van eigeel. Hetgeen dat we dat juist gebruikt hebben met wat azijn bij. Mooie binding. En zo onze langoustine erbij. Dus het is eigenlijk heel simpel. Langoustine, spitskool, vinaigrette van eigeel en een klein beetje blanke boter. Met de kop van de langoustine. Dus wat doen we nog? Onze kroket gemaakt van kalfskop. Dus onze vinaigrette die we gemaakt hebben ook van de eigeel. En dan hebben we de tartare van langoustine. Voilà, zie. Simpel, maar goed, zeggen ze dan. Zo, de langoustine met spitskool, kalfskop, met tartare van langoustine. Dus langoustine staat bij ons altijd op de kaart, als ze voorradig zijn natuurlijk. Maar de bereiding verandert naar volgens de klak van de chef. En je klakken ze. Voor mezelf. Ik kreeg er ook geen uitleg van hier tot in Timbuktu over gerecht. Kijk, langoustine, spitskool en een kroket van kalfskop. Stop. Moet je daar geen verhaal van maken? Van, ik heb die kalfskop, ik heb daar 3 dagen mee bezig geweest en die langoustine is gevangen van onkel Theofiel in Noorwegen. Zit daar geen verhaal in? De beleving is, vind ik, steek het in uw mond en proef ervan. En ook niet ingewikkeld. Ik wil geen ingewikkelde toestand. Ik ben eigenlijk volledig autist. Je kunt dat zien. Mijn servies ook. De klant lacht daar ook bij. Probeer alles op een lijn te leggen. Mijn kaarsen, mijn glas. Ja, en dat is zo in de keuken ook. Dat moet in dat potje, dat moet daar staan. Moet daar een ticketje op hangen. En dat moet zo en zo en zo. En iedere keer herbeginnen. Like bijvoorbeeld gedurende servies. Sandra doet dit, Filip doet dat en ik doe dat. Neemt er iemand mijn job voor iets bepaald over, ben geen minder draad kwijt. En ze weten dat nu al. Ik neem de koffie op, neemt er dat iemand anders over, en ik ben minder draad kwijt. Nee, het gaat niet meer. Dat is raar, ja. Maar ik ben een raar. Nee.
als we gesloten hebben, hebben we alles eruit gesmeed. Heel de zaal, alles eruit, tot toiletten toe. Volledig weer herbeginnen. Kijk, ik word 50, ik ga herbeginnen. Ik zat daar geen tijd op, dat wilde ik ook niet meer. Ik heb zo'n interieur dat je weet, kijk, dat is van 5 jaar geleden, dat is van 4 jaar geleden, dat is van 7 jaar geleden. Tijdloos, heel strak, sober, zoals we zijn. In feite, de open keuken is voor mij ook een beademing. Ik voel me daar goed bij, kan mezelf blijven. Ik heb een enorm contact met de klant. De klant vindt dat ook leuk. Ook dat ze niet meer op het einde die de chef zien komen, heeft het gesmaakt. Nee, ik sta hier gewoon 3 uur aan een stuk, samen met die klant. Ze zien mij eten maken, samen met Filip en Sandra. Ja, we zijn hier gewoon met 3. Al onze mise en place gebeurt in onze keuken achteraan. Dus we hebben nog onze volledige keuken achteraan. We hebben daar een paleis. Waar we eigenlijk maar met 3 mensen in staan. En we doen en het moment van het servies, rond 11:30 bijvoorbeeld, wordt alles op een kar gezet. Brengen we alles naar hier, steken we hier alles in de koeling. Of niet in de koeling. Alle sausen staan klaar. Maar in feite, alle voorbereiding wordt daar gedaan. Ik dat ze zouden zeggen nu, een mise en place keuken. Jawel, wij hebben een mise en place keuken. Dus de wijnkaart in feite, als we gestopt zijn, we hebben altijd sommeliers gehad. En dat was tof, dat is boeiend, kon er mij ook niet mee bezighouden. Maar door te stoppen is er geen sommelier niet meer. Heeft Sandra die taak moeten overnemen en we zijn met 3 naar de wijnkelder gegaan. En ons terug volledig beginnen boeien in wijn. Ja, en enorm in Bourgogne. En dat is nu een passie geworden. Een evolutie, ja. En dan bepaalde domeinen proberen te hebben en dan wel niet. Leveranciers dat nu meehelpen. Ook terug naar Bourgogne gaan voor te gaan proeven. En ook wijnen die er zelf niet meer graag drinkt, en wel, die staan er niet meer op. Hè. In feite hebben we een heel klein team, we zijn met 4. Als er iets gebeurt met 1 van ons 4, dan is het gesloten. Dus dat is eigenlijk kort door de bocht, maar dat is een beetje zoals ik ben. Zwart en wit, grijs staat op mijn hoofd. In feite, Sandra en ik hebben een sprong gemaakt. Als we jong waren, en je ziet dat soms ook, vind dat ook leuk. Mensen die hier in de keuken gewerkt hebben, die dan nadien ook de sprong wagen en ook op hunzelf beginnen en dat ook de passie ziet. Diego bijvoorbeeld, die zit in Oostende nu. En denk dat die een visie, die bellen mij soms ook op en die vragen iets en die zeggen nu achteraf, chef, nu begrijp ik het, waarom dat zo belangrijk is. Ik vind dat wel heel mooi. En ook dat ze gepassioneerd zijn en dat ze blijven verder doen. Zo, mijn derde signatuurgerecht is bijna altijd met tarbot. We proberen altijd het beste uit de Noordzee te halen. Dus hetgeen dat we hier zien voor de deur, gaan we het beste mee doen. Onze tarbot garen we in een bad van boter. Dus vis moet 3 keer zwemmen. In de zee, in de boter... en in uw maag. Dus wij hebben dat letterlijk opgenomen. En nu doen we dat gewoon in een bad van boter. Dus dat is boter die geclarifieerd is. Gewoon echte, pure boter. Er bestaat geen ander. En dat garen we op 68 graden. En we laten die tarbot gewoon gezellig garen in de boter. We gaan dat voor die boter niet meegeven. Maar gaan wel een pure smaak hebben van uw product. Zo hebben we onze kastanjes dus die gegaard zijn in de boter. En die gaan we heel kort bakken. Dus hoorn is overvloed, bos champignon. Een heel lekkere champignon, maar wel heel kort bakken. Dus we gaan een warme pan, een klein beetje geclarifieerde boter. En ondertussen gaan we onze kastanjes ook heel kort bakken. Dus we gaan eigenlijk naar volgend seizoen. We gaan daar wat peper en zout op doen. Die kastanjes ook. Zo, en nog wat zwarte peper erop. Zo, dat is al voldoende. Mijn bos champignons gaan we in een zeef leggen. Wat ga ik bij mijn bos champignons nog voegen?
Dat zijn shallotjes die in zuur gelegd zijn. Dus gewoon in witte wijnazijn. En dat gaat heel veel frisse geven aan onze champignons. Voilà. Zo, nu gaan we onze vis kijken als die vis gaar is. Zo'n mooie stek in stekken eigenlijk. Als je er mooi door kunt met die vork, is het in orde. Dus het is in orde. Tarbot. Normaal doen we dat zo op zijn geheel mooi in dat boterbad. Zijn vel verwijderen. Peper en zout. Ook belangrijk dat er altijd peper en zout is. Dat het goed op smaak is. Een stukje tarbot. Voor mij is smaak het belangrijkste in ieder gerecht. Je moet proeven wat dat aan het eten bent. En ook, je moet durven proeven. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik mag geen oester. Maar misschien in een andere context gaat het dan toch wel eten. Er is een verschil buiten de ene bereiding en de andere. Dus ik vind dat soms zo van, ik mag dat niet. Proeft. 10 jaar geleden had ik gember gebruikt. Of 15 jaar geleden zei iedereen, dat smaakt naar zeep. En nu drinkt iedereen thee van gember. Dus er is een evolutie in smaak en je mag niet koppig zijn ook niet. Je moet er leren van eten. Dat vind ik. Zo, onze tarbot. En nu gewoon assembleren. Verse pasta die we zelf gemaakt hebben met een crème van parmezaan. De jus met verjus. Sap van onrijpe druiven. Onze kastanjes. Een beetje hoorn is overvloed. Ook niet overdrijven. Een beetje rauwe kastanjes erbij. Zo, een klein beetje oude parmezaan. Van die necht, hè. Geen plastic, hè. En wat doen wij dan nu, op dit ogenblik nog bij? Een witte truffel. Een witte truffel uit Alba. De beste truffel die er is. Heel fijn erover. Zo, de beste truffel met de beste vis. Tarbot, koning van de Noordzee. Witte truffel uit Alba. Pasta, jus met verjus. En nog het een en het ander. Als je mij de vraag stelt, wil je een derde ster, dan... Maar ik lig daar niet wakker van en in feite heb ik dat liever. Ik ben gelukkig zoals het nu is. Gelukkiger kan niet. 2 sterren, 18 op 20. Ik kan koken, ik ben gelukkig. Ik heb mijn vrouw, ik heb Philippe. Ik kom zonder stress naar mijn werk. Waarom moet je dan nog? Dat is like dat je met een Mercedes rijdt en je wil een Bentley. Die dat in 3 sterren heeft, ben ik niet jaloers. Ben ik jaloers van niemand. Ik ben gelukkig zoals ik nu ben. Als ze morgen zouden zeggen, we halen die een ster minder of minder punt, dan zou ik daar wel last van hebben. Dat weet ik van mezelf. Ik ben eerlijk. Ik moet eerlijk blijven. Iets halen is leuk, maar het behouden, dat is het belangrijkst. Ik zeg weer gelukkig. Ik sta 's morgens eigenlijk op en ik ben gelukkig. Hetgeen dat ik niet meer graag doe, doe ik niet meer. Nee. Voilà. Is dat niet mooi? Dus ik kan maar gelukkiger zijn.